Het moet in mijn coma zijn geweest dat ik een bepaalde ervaring heb gehad dat ik over een kloof heen moest, hele diepe kloof onder een ravijn. En aan de overkant van dat ravijn stonden mijn vrouw en mijn kinderen, die stonden me te roepen. En daar beneden, als ik daar dan naar beneden keek, zo heel diep onder me, als een soort gulzige muil, lag daar de dood op me te wachten. Dag dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een aflevering van de podcast Onbeperkt. Beperkingen, zitten die in je hoofd? Bestaan ze echt? We gaan het er vandaag weer over hebben met onze gast van vandaag. En natuurlijk met mijn co-host, of eigenlijk ben ik jouw co-host, of zijn we elkaar co-host toch eigenlijk? Eva. Ja, zo, daar begint het wel een beetje op te lijken, hè? Eigenlijk wel, maar ik vind het wel gezellig. Ja, het blijft hartstikke gezellig. Ja, ook. Eva Eickhout, gek op de Efteling ben ik inmiddels achtergekomen. Gelooft in sprookjes, maar weet dat de werkelijkheid soms ook heel hard kan zijn. Dat geldt zeker voor onze gast van vandaag. Wat mooi deze intro, heel goed, leuk. Hè? Ja, die was ja, top inderdaad. Schudden we er zo uit, hè? Ja. Maar, jij ook Efteling liefhebber nog heel kort? Ja, wel leuk. Maar dat nostalgische kan ik ook wel. Okay. Maar om er uren over te praten, dat is iets niet aan mij besteed, denk ik. Oké, goed. Onze gast van vandaag weet hoe hard het leven kan zijn natuurlijk. Ja, zeker waar. We zitten hier met de oud-directeur van de Olympia. Hij is beklimmer, entrepreneur, hij is spreker. En eind 2016 ging je eigenlijk oefenen voor het klimmen van een berg, gewoon in een hal. En toen... ja, had er iets mis met de zekering waardoor je 15 meter hoog bent gevallen. En toen heb je vrijwel alle botten in je lichaam gebroken. Gaan we het zo over hebben. Wat ik ook nog heel even kort wilde benoemen is dat je ook een autofreak bent. Want ik kwam je net aanrijden en er stond echt een waanzinnig mooie auto voor de deur. Dus dankjewel dat je er bent. Hein Noordman, welkom. Ja, welkom. Dankjewel. En het is op zich opmerkelijk natuurlijk dat je met de auto bent gekomen. Want je bent blind inmiddels, maar je hebt niet zelf gereden, toch? Nee. Ik word gereden door een vriend van me dan, die ook autoliefhebber is. Ik wou net zeggen, ook leuk voor die vriend dan. Ja. En samen genieten we dan van mooie auto's. Want het is een knalblauwe Lotus, toch? Ja. Ja, vet. Ja, Lotus in voorraad. En ik had ook, want ik had je natuurlijk even opgezocht. Het stond ook een artikel over dat je die auto om een reden had gekocht. Maar dat artikel was premium, dus ik kon het niet lezen. Oh. Maar wat was de reden dat je de auto had gekocht? Nou... weet je, door mijn ongeluk waar ik blind op ben geworden onder andere, is natuurlijk ineens heel veel meer wat je niet kan. Mm-hmm. Allemaal hobby's en dingen die je doet die gewoon ineens wegvallen. En als autoliefhebber geniet je van de vormen, van het geluid. En toen had ik van ja, dit is wat ik ontzettend leuk vind. En ja. Dan gun ik mezelf dit om hiervan te kunnen genieten door hem. En het grappige is ook wel, als ik die auto wel eens was dan ook. Mm-hmm. Dan is net of ik weer even kan kijken door de vormen die ik voel. En dat je nou ja... Oh, want je was hem dan met de hand zeg maar. Je gaat niet door de car wash, maar je gaat hem helemaal zelf... Weet je, het draait zo geweldig. Dat, en de bewegingen van de auto en het geluid die het maakt, kun je dan ook genieten. Ik denk, nou dat gun ik mezelf ook om niet alleen maar in de slachtofferrol te blijven zitten, maar ook de mooie dingen uit het leven te plukken. Wat mooi. Ja. Het gebeurt eigenlijk en passant wat je vertelde, wat er allemaal gebeurd is. Maar het was natuurlijk een enorm heftig verhaal. Neem ons eens terug naar dat moment, hoe dat gegaan is. Nou, het was najaar 2016. We hadden met een paar vrienden het plan om te gaan ijsklimmen in de Alpen. En dan ga je beklimmen bevroren watervallen en ijswanden ga je beklimmen dan. Dat is ontzettend gaaf om te doen. En we zouden nog even het laatste puntje op de i zetten. Nog even een aantal oefeningen doen in de klimhal in Rotterdam, waar we heel vaak kwamen. Het was eigenlijk voor mij mijn eerste route die ik zou gaan klimmen. En normaal is het gewoon routine. Leg je knoop en beveilig je. En daar is net een fout gemaakt in het leggen van de knoop. En de zekeraar heeft dat niet gezien, dat het uiteindelijk net even te kort was. Dus toen hing ik op een gegeven moment, was ik door een overhang heen geklommen op 6 hoog. Zeg maar zo 15 meter hoog. Toen moest ik even in het touw hangen om mijn armen te laten ontspannen. Om dat laatste stukje nog te kunnen doorklimmen. Toen heb ik heel even in het touw gehangen. En dat is ook normaal bij het klimmen. En toen is heel langzaam die knoop eruit gejekkerd. En zoek ben ik zo naar beneden geklapt. Zo. Dan is 6 etages hoog wel een heel end om naar beneden te klappen. Dus toen lag ik daar in een grote plas bloed met van alles gebroken en gedaan. Traumaheli erbij gekomen. En toen hebben ze me meegenomen naar het Erasmus ziekenhuis daar. Ik weet van mijn vrouw, die kwam, die was ook gebeld door de vrienden. En die zei, ik zag je binnengereden worden. En die zei van, nou, dat moet Hein zijn. Het enige waar ze me nog aan herkende was aan mijn schouder. Zo lag ik volledig in puin.
Ik heb dat zelf helemaal niet meegemaakt, want ik lag toen al in coma. Dus ik werd na een verloop van tijd wakker na 5 weken. Toen hadden ze geloof ik iets van 120 uur aan Maas staan opereren. Want zelfs je gezicht was geloof ik naar achter geschoven of ja, zo? Ja, mijn gezicht was geloof ik zo'n 2,5 centimeter gewoon bats helemaal weggeslagen. Dus mijn oogkassen zijn ook verbrijzeld. Dus ze hebben mijn hele gezicht eraf gehad eigenlijk om helemaal dat weer te reconstrueren. En ik sprak later nog een van de artsen die daarbij betrokken was. En die zei van, ja, nee, die operatie, weet ik nu al. Hij zei, ja, we waren hier eigenlijk meer bezig om je een beetje toonbaar te maken voor je kist, omdat wij nou dachten dat je het zou herinneren. Je gezin moest ook afscheid nemen, toch, begreep ik? Ja, het was een heel dun draadje van leven of niet blijven leven. Heb je dat zelf ook gevoeld, dat dunne draadje? Ja, ik heb inderdaad wel beleving meegemaakt en dat moet in mijn coma zijn geweest, dat ik een bepaalde ervaring heb gehad, dat ik over een kloof heen moest, hele diepe kloof onder een ravijn. En aan de overkant van dat ravijn, daar stonden mijn vrouw en mijn kinderen, die stonden me te roepen. En daar beneden, als ik daar dan naar beneden keek, zo heel diep onder me, als een soort gulzige muil, lag daar de dood op me te wachten, weet je. En dat was eigenlijk... De keuze om daar te komen was eigenlijk heel makkelijk. En de keuze om daar te komen was heel erg moeilijk. Mm-hmm. Hoe ben je er gekomen dan, denk je jezelf? Nou ja, door heel veel pogingen en opnieuw. En iedere keer mislukken. En op een gegeven moment ook het voel van, dat lukt niet. Het enige wat eigenlijk nog lukt is, ja, laat ik me laten gaan, dan is het klaar. En dat toch niet willen gaan. En toch heel sterk die drang hebben van, ja, maar ik wil daar komen. En, het grappige is dat ik later van vrienden van ons heb gehoord die ook heel veel met energiewerk doen. Die zeiden van ja, het is inderdaad een ongelooflijke strijd geweest. En dat je ook zelf wel getwijfeld hebt, moet ik wel blijven leven of moet ik doorgaan. Maar dat uiteindelijk het toch gelukt is om daar aan die overkant te komen. En inderdaad de drang van willen blijven leven en voor anderen willen blijven leven. Dat heb je echt zo beleefd, zeg maar, dit zoals je het nu beschrijft. Ja. Ja. Een soort van keuze tussen leven en dood, ja. Eigenlijk. Ja. Maar het is bijna bewustzijn. Dat is zo bijzonder eraan. Dat is... Ja, het is ook heel bizar. En het is niet zo dat je... Dat moment dat je wakker wordt, je van... Oh, ik heb dat of dat gedaan. Dat komt in flarden. Op een gegeven moment komt dat terug. Maar je merkt op een gegeven moment van... Hé, dat is toch wat... Ja, dat een glasheldere droom geweest die je hebt meegemaakt. En die beelden kan ik nu ook zo nog terughalen. En hoe is dat dan om wakker te worden op een gegeven moment? Ja, weet je... Je bent een avond gaan klimmen en iets wat je heel vaak deed, dus dat was gewoon. En op een gegeven moment lig je vast in het bed, helemaal in spalk, helemaal, ik kon geen kant op. Mm-hmm. In het begin bleek ik niet eens te kunnen praten. Oh ja. En dan langzaam komen de flarden bij je binnen door mensen die je vertellen wat er is gebeurd. En dan val je weer weg en dan komt het weer terug. Dus dat gaat versnipperd, kom je binnen. En ik snap natuurlijk geen moe van dat ik niks zag. Nee. En waarom ik daar in dat bed lag. Dus dan werd ik ook helemaal geïrriteerd van, joh, donder op met al die rommel. En dan langzaam maar zeker ga je hem. En dan denken ze in het begin nog dat het een fase is dat je misschien niks ziet. En dat hopen ze ook natuurlijk dat het dan zo is. Want dat gebeurt dan wel eens. En daar kwam volgens mij ook al best wel snel weer die kracht. Want toen, ik las een interview dat je, als je dan geloof ik naar de douche wilde of zo, moest je in zo'n tillift, weet je wel. Dat je zei, ja, dat vond je verschrikkelijk. Ja. En toen dacht je, ik ga midden in de nacht eens even kijken of ik zelf mijn bed uit kan. Ja. En dat lukte toen ook. Ja. Toen heb je midden in de nacht even staan juichen om dat bed. Ja, nou, dat was heel mooi inderdaad ook. Want ik ging toen op een gegeven moment... ik heb 5 weken op de intensive care gelegen. Toen nog heel even op het gewoon ziekenhuis in Rotterdam. En toen naar zo'n revalidatiecentrum. Mm-hmm. En daar lag je in zo'n bed met 2 van die metalen zijkanten. En dat vond ik helemaal niks. Gewoon het idee dat ik niet weg kon. Kon ik geen kant op, maar dat vond ik niks. Ja, meneer, maar als u dan valt en... als ik val, dan hoor je het wel. En dan... Dus toen... Dus ik heb 15 meter overleefd. Die meester naast dit bed. Dit ook nu wel. ik had hele zware nachtmerries nog steeds van die delieren die ik had. Weet je, dat ik, ook al was ik wakker, dat ik gewurgd werd en gewadderboord en weet ik wat. Dus ze hadden, mijn vrouw en mijn familie hadden een heel slaapschema opgesteld met vrienden en familie dat ze bij me bleven. En dan als ik dat dan had, dan kon er even iemand bekend bij me komen. En dan kwam ik weer rustig bij mezelf. Wat lief.
En toen was op een gegeven moment ook inderdaad mijn zoon die weer was bij me. En toen had ik het en zei, Max, wat we gaan doen? Gaan vannacht, er stond een rolstoel dan naast het bed, want daarmee bracht hij hem dan naar de badkamer. En dan ga ik proberen uit bed te klauteren. En als dat fout gaat, moet jij hem opvangen. En dan hoef ik in elk geval niet meer in die vreselijke bedlift. Hoe oud was Max toen? Die was toen 21. Okay. Vond Max het ook een goed idee? Nou, ja, moeten we dat nou wel doen? Ik zei, ja man, probeer het gewoon. Ja, maar dat mag er niet. Ja joh, maar... Midden in de nacht merken ze het niet. Dat bepalen we zelf nog wel. Dat was toch wel ik aan mezelf gebleven. Ja. Nou, dus inderdaad een paar keer oefenen en gaan. En ja, toen het een paar keer lukte het inderdaad. En toen hebben we samen te juichen. Van iemand moet zich heel stilletjes. Ja. Te juichen, yes, yes, het is gelukt. En dat geeft dan ook weer heel veel kracht. En ondanks dat je eigenlijk bijna niks kunt op zo'n moment, geeft het dan weer heel veel energie van yes, dit lukt. Nou, en is dat gevoel altijd zo geweest, Hein? Want ik bedoel, wat Eva ook zegt, als je al die verhalen over jou leest, het was gelijk weer een soort strijdvaardigheid en een soort overlevingsdrang, maar ook weer succesvol willen zijn, weer ondernemen, alles weer onder. Is dat altijd zo geweest? Of waren er ook wel eens momenten dat je dacht van, waar doe ik het voor? Ik heb wel eens gezegd, ook ik heb een paar meter managementboeken gelezen en daar zitten hele mooie boeken bij, maar uiteindelijk haal je daar toch niet de lessen uit die je nodig hebt om en privé en zakelijk door te gaan. Ik heb wel gezegd, ik heb eigenlijk mijn belangrijkste lessen toch tijdens het klimmen geleerd. Hmm. En ook stressmomenten die je hebt, dat je denkt van, oh shit, gaat fout. En dat heb ik ook wel eens met klimmen natuurlijk wel eens gehad. Hè? Dat je dacht van, fuck it, ik ga vallen. En dat er dan op de een of andere manier heel snel een soort optielijst bij je langskomt. Dit doen. Mm-hmm. En dat heb ik later ook in het bedrijfsleven teruggehaald. Dat je dacht van, oh god, hoe moet dit verder zakelijk? En dat je zo'n moment dan terughaalt. En dan van, hé, we gaan dit proberen. En grappig genoeg werkte dat wonder wel heel goed. Maar je bent ook mens, je bent ook kwetsbaar. Je bent ook de gevoelens van emoties, verdriet, teleurstelling, woede. Ja. Die zul je toch ook gekend hebben? Ja, nog steeds. Ja. Natuurlijk, weet je. Dat de frustratie die je natuurlijk vaak hebt, omdat je... Die blindheid is natuurlijk in ongelooflijk veel dingen ontzettend onhandig en beperkend natuurlijk ook. Ja. Alleen al het autorijden of dingen even vinden of even doen. Je hebt heel vaak iemand even nodig om je weg te helpen. En dat is ontzettend frustrerend. Dus momenten van diepte, verdriet en boosheid, ja, die ken ik natuurlijk. En dat is ook goed om die te uiten. Zeker. Dan kan je het ook wat was je voor iemand voor het ongeluk? Hoe zou je jezelf willen omschrijven voor het ongeluk? Ik was altijd wel een actieve fan. Men vond mij op het werk nog wel eens een slavendrijver. Mm. Ik was altijd wel van als we zeiden van jongens kom we gaan, dan zat ik al in de auto terwijl de anderen nog dingen aan het pakken en doen waren. En zoals ik in het werk ook altijd wel van oké, pads go en dingen ondernemen en actie. Was je makkelijk voor je omgeving? Ik vond van wel. Maar je begint er al bij te lachen. Nou ja, ik ben veel eisend iemand. Ik ben wel en naar mezelf toe en naar de omgeving toe veel eisend. En niet dat er geen fouten gemaakt mogen worden, die maak ik zelf ook. Maar wel dat je dan ook iedere keer probeert te denken, shit, hoe kunnen we dat nu de volgende keer anders doen? En hoe kunnen we dit toch weer vlot trekken? Dan is het ook niet erg om fouten te maken. En dat is ook in het leidinggeven. Ja, je weet dat de mensen waarin je leiding geeft, dat er fouten gemaakt worden. Nou, dat is ook prima. Het is alleen goed om met elkaar de goede vragen te stellen om te zorgen dat aangewend kan worden om goed door te kunnen gaan. Maar wat heeft het je los van het fysiek als mens gedaan? Ben je een ander iemand geworden? Of? Ja, zou je je nu anders beschrijven? Je wordt fysiek natuurlijk minder dynamisch kun je zijn. Omdat je voorzichtiger moet bewegen. Het is natuurlijk niet alleen mijn blindheid, maar ook mijn hele gestel. Ik ben een soort opgekalevaterd wrak. Ja. Als ik op Schiphol de poortje 1 ga, dan is het poortje 20 ook nog te gillen. Ja. Zoveel metaal heb ik toch in. Dus je wordt wel, denk ik, wat beschouwelijker misschien, wat rustiger ook. En het grappige was dat toen lag ik nog in de revalidatiekliniek. En er kwam er af en toe een verpleegkundige op de rand van het bed zitten, die dan eten kwam brengen, weet ik het allemaal. En die liep helemaal leeg, heel verhaal en weet ik het allemaal. Hey, grappig, dat had ik vroeger, had ik dat nooit, dat mensen zo een hele ding kwamen vertellen. En dat ik toen was dacht van, nee, misschien komt het wel omdat ik kwetsbaar ben, doordat ik niks kan zien en dingen niet goed kan oppakken ieder moment, dat mensen tegenover mij ook opener of kwetsbaarder te kunnen zijn. Dus dat is wel grappig en een mooie ontdekking vond ik dat wel om dat aan te gaan. En
Mogelijk is dat blijvend. Dat kun je nooit helemaal uitschrijven. Zoiets. Ik denk niet dat je ook als mens veranderd bent. Dat je daardoor makkelijker mensen toe kan laten. Omdat je misschien opener, kwetsbaarder bent geworden. Dat denk ik wel, ja. 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 Maar ben je dan blij, ondanks alle gevolgen, dat je er dan nog bent? Dat je eigenlijk in die coma bijna die keuze hebt gemaakt om hier te blijven? Ja, want dat is het mooie, moet ik eerlijk zeggen. Dat kijk, als je maar vast blijft houden hoe alles was. Hè? Mm-hmm. Of dat nou privé was, zakelijk was, hobby's en noem maar op. En daar hebben we natuurlijk allemaal wel een bepaalde mate van dat je denkt van dan doe ik dat, dan doe ik dat. Als je daar vast blijft houden, ja, dan word je een verzuurde kerel. Terwijl als je dat traint los te laten en ervan uit te gaan dat vanaf dit moment wat je allemaal mee kan maken en kan doen. En dan eigenlijk de cadeautjes die op je pad vallen. Mensen die je helpen, dingen die gebeuren, mogelijkheden die je hebt. Dat geeft dan ook weer blijdschap en ook weer dynamiek in het leven. Ja. En daar kun je, en ik hoor mensen wel zeggen, ja, moet wel in je zitten. Nee, dan kun je zelf ook trainen. Hè? Want het is soms een dankbare rol om in de slachtofferpositie te blijven. Ja, dat is makkelijk. Maar het is ook goed om daar jezelf naar terug te trekken. Zeg, nee, dat kun je ook heel sterk trainen om dat te plukken en daarvan te genieten. En, nou, net zo goed als ik met René, waarmee ik hier nu ben, die vriend van me, dan leuke dingen met auto's doe of andere mooie verhalen met elkaar delen. Nou, dat had ik anders nooit gedaan, want had ik met mijn rotsen te werken nu, had ik dit gedaan, dat gedaan, ja. Had ik er geen tijd voor gehad. Dat is toch een cadeautje weer dat kan. Weet je? En als je op die manier naar het leven kijkt, dan zijn er ook nog steeds wel zware momenten of verdrietmomenten, maar ook heel veel mooie momenten natuurlijk. En wanneer heb je dan de zware of verdrietmomenten? Welke momenten zijn dat dan nog? Nou, dus dat, weet je, als je ergens naartoe gaat waarvan je weet dat het daar mooi of leuk is, of dat nou naar de berg is of naar Schotland of ergens waar je graag bent, dan is je, oh, het leuk, daar ga ik naartoe. En in je hoofd doe je dat nog steeds heel sterk vanuit de situatie waarbij je alles ziet en daar de omgeving geniet. En dan is het nog steeds leuk of gaaf om er te zijn. Aan de andere kant is het dan soms heel pijnlijk hoe je er bent. Mm-hmm. Dus dan is het vaak toch een spagaat waar je in staat. Aan de ene kant genieten, aan de andere kant pijn. Mm-hmm. En dat moet je jezelf toestaan. En weet je, je kunt zelf van ja, nee, dat druk ik weg. Nee, je kunt het soms beter aankijken, dat gevoel ook. Nou, en dat daar dan ook wel weer de mooie momenten uit weten te plukken. En dat is bij mij nu, denk ik, in een versterkte vorm. Wat iedereen in het leven heeft. Met heel veel situaties die mooi en lelijk zijn of mooi en zwaar zijn. Ja, en dat heb ik in een switch moeten maken natuurlijk, dat moment. En dat is wel blijvend in heel veel dingen. Ja, die spagaat die herken ik wel inderdaad. Wat doe je dan als je dat dan aankijkt, dat gevoel? Dat je denkt van oké, het is nu, het is en fijn, maar het is eigenlijk ook gewoon kut. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Het is allebei. Wat doe je dan? Hoe ga je dan? Huil je even? Of word je kwaad? Vertrek je terug? Als ik thuis ben, wat ik dan. Soms is het ook wel goed om het even heel goed te laten binnenkomen. Wat ik dan meestal doe, is dat ik even heel hard David Bowie draai. Oh ja. En dan schreeuw en dan roep ik mee en dan zing ik mee en dan komen soms ook wat tranen vereind. En dan is het lekker. En dan ga je eigenlijk in die flow ook weer genieten van die muziek. En dan beeld ik me grappig genoeg ook weer de mens David Bowie. En ik vind, ja, dat is ook iemand die heel veel tegenslagen heeft gehad. Heel veel dingen zich heeft door moeten worstelen. Altijd is blijven kijken naar doorgaan en wat vanop. En is blijven veranderen, blijven creëren. Dat vind ik ook weer een inspiratie. Ik denk van ja, dat is ook gelukt. En samen daarmee ga je dan toch ook weer dingen doen. En in beweging komen. Dus niet blijven zitten. Want als je letterlijk op de bank blijft zitten en je gaat zitten neuren. Nee. Al ga je even met 3 keer de trap op en neer. Of je gaat even wat doen. De pakking dan, hè, vaak toch? Of niet? Ja, dat klopt inderdaad. Dat heb ik ook gelezen. Ja. Dat doe je thuis, hè? Ja. Ja. Dan kom je in een positievere flow. Maar even tussendoor, David, ik hoor jou zeggen, dat een herkenning. Hoe doe jij dat dan? Want jij hebt het dus ook. Ja, ik heb het bijvoorbeeld heel erg. Ik rijd een auto. Ik heb een aangepaste auto. En daar ben ik helemaal vrij in. Maar als hij kapot gaat, dan baal ik altijd als een stekker. Want dan denk ik, potjandori, dan ben ik ineens weer super beperkt. Ja. En dan kan ik weer boos worden of verdrietig. Omdat ik dan denk, shit, ik kan niet zomaar in de trein. Ik kan niet zomaar in een andere auto stappen. En dan moet ik soms wel huilen. En dan bel ik, maak mama even. Mm-hmm. En dan huil ik even en dan is het eruit. En dan is het weer oké. En dan gaan we kijken, oké, we gaan het fixen. En we bellen de garage en het komt altijd wel goed.
Maar dan, daar herkende ik denk wel een beetje wat je zei. Ja, ja. En dan moet je dat eigenlijk inderdaad even feesten. Want als je dat niet doet, dan gaat het wel een beetje in je zitten blijven vreten op de een of andere manier. Ja. Heb jij ook wel eens zo'n moment? Hazes draaien. Ja, zie je? Ja, nee, maar ja. Dus hazes draaien. Nederlandstalige muziek. Muziek doet ook veel. Ja, dat maakt het... En ga je dan meezingen of dansen? Heel of, ja? Nee, ik zing heel hard. En moet je dan ook een beetje huilen wel eens? Nee, ik wil nog heel graag een tv-programma maken over een man mag niet huilen. Ja, dat snap ik. Dat is wel echt een goed idee, denk ik. Ja, dat is echt een ding inderdaad. Ik kan er geen goede vorm van vinden. Ik zit met een vriend al heel lang over te praten hoe we dat vorm moeten geven. Nee. Ik vind huilen het moeilijkste wat er is. Echt waar. Ja? Ja. Lukt niet of zo? Lukt me niet, nee. Maar ik zou het wel heel graag willen. Lukt het jou wel, Hein? Heel af en toe. Oh, jij vindt het ook moeilijk? Ja, heel af en toe. Maar soms ook. Ik heb het laatst ook met het maken van de docu Between Summits... Die nu gaan ze ook gemaakt hebben, dat ik samen met hen naar een topje was geklommen. En daar werden net een paar vragen gesteld en was ook net het momentum, zeg maar. Ja, dan is het dan toch knik, een moment dat je breekt. En dat heb ik zelfs ook wel eens in een lezing, dat gevoel dan terugkomt. En dat is dan meestal het gevoel dat het gaat om je gezin of de mensen waarvan je houdt. Ja. En je voelt dan de fragiliteit van het leven en dat je dan is het moment dat het even boven komt, ja. Was je ervoor, voelde je altijd machtig, sterk, krachtig, onkwetsbaar voordat het gebeurde? Of helde je nooit? Nee, niet ook. Ik heb best wel op momenten, ook met klimmen, dat ik wel eens momenten van angst. Of dat je met een paar ijsboren aan de wand hing en dat je naar beneden keek en dan een paar honderd meter niks onder zag. Dat je dan denkt, van, stel nou dat ze wel loskomen. Mm, ja. en dat je ook wel momenten van angst of van hoe wel even denkt. Dus ik voelde me niet onkwetsbaar. Nee, ik heb ook wat dingen, keuzes gemaakt. Ook denk van, dat vertrouw ik niet, dat doe ik niet. Trouwens, even tussendoor, je hoeft het niet te doen, hè, dat klimmen. Nee. Ik bedoel, dat is een keuze, hè, voor de duidelijkheid. Dus niet dat mensen die zeggen, klim even die wand op. Hè. Dat is wat je zelf wilde. Toch staat een beetje die klimmersmentaliteit, volgens mij. Ja, maar weet je, het mooie van klimmen is... er zijn weinig sporten... en dat maakt niet zoveel uit, de ene houdt van voetbal, de ander van zeilen, de ander. Maar er zijn weinig sporten waarbij je zo diep terug moet gaan en naar jezelf wordt teruggeworpen. En het zelf moet doen, niet hulp kunt hebben van ik wat er in je omgeving. Je soms heel diep moet gaan, maar tegelijkertijd geniet van de omgeving, van de natuur, van de kameraadschap. Want je doet het dan toch samen vaak met een klimmaat waarmee je bezig bent om een team. Dus er komt zoveel moois samen, wat heel intens is. En dat heeft het klimmen heel sterk in zich. En daarom heb ik ook een heel aantal jaren geleden in het bedrijf waar managers wilden toen een MBA gaan doen. En toen dacht ik, wil ik dat nou? Wil ik dat nou? Wat brengt dat nou? Wat je vaak ziet is dat het beste jongetje van de klas blijft het beste jongetje van de klas daarin. En dan hebben ze de MBA afgerond en denk ik, heb ik nou beter leiderschap? Als je beter leiderschap wil, dan wil je niet alleen maar slimmere mensen, maar je wil ook ander gedrag van mensen. Want heel veel mensen die MBA niet kennen wat het is. Ja, dat is eigenlijk een managementopleiding die je doet op academisch niveau. Nou, dat is een prachtige opleiding, er zitten hele mooie elementen in. Maar ik vind het ontoereikend. Wat we toen gedaan hebben, is dat we schrijven zelf een programma. We hebben toen zelf componenten meegenomen uit de MBA, maar tegelijkertijd heb ik toen samen met Wilco van Rooijen, bij jullie bekend, heb ik erbij gehaald. Ik zei, Wilco, ik zoek iets waarbij we de mensen heel diep kunnen laten gaan, met zichzelf kunnen laten confronteren en met het team kunnen laten confronteren. En toen hebben ze in 10 maanden tijd, dat was precies ook de doorlooptijd natuurlijk van het hele MBA-programma wat we hadden gemaakt zelf, moesten ze zich voorbereiden om de top van de Mont Blanc met elkaar te halen en veilig weer terug te komen. Dus we hebben ze daar toen ook helemaal ingetraind met voorbereidingsweekenden, weet ik wat allemaal gedaan. En het mooie was inderdaad dat je zag dat uiteindelijk het beste jongetje van de klas, die had uiteindelijk in de wand, had hij de hulp nodig van een van de jongens die misschien in de colleges minder begaafd was. Oh ja. Maar op dat moment dingen kon aanreiken die hij nooit van de ander gezien had. En niet dat het daarmee nou ineens een enorme vriendengroep werd, maar je zag dynamiek op een gegeven moment in dat team komen, die anders nooit vrij was gekomen. Ook jongens die heel leep waren van, als ik nou met jou in het touwteam ga, dan komen wij boven. Ja, dat ging dan net even anders. Ja, en die werden ze op een lastige manier geconfronteerd. Dat was een geweldig resultaat wat we daarop hebben gedaan. Ze hebben ook inderdaad met elkaar niet iedereen is boven gekomen, was ook niet erg. En dat hebben we toen later ook uitgerold naar de laag eronder.
Dus het klimmen heb ik toen ook al in het werk heb ik dat toen aangewend. Ja joh. En dat gaf absoluut een hele mooie dynamiek in het bedrijf. Wat is voor jou het woord beperking dan? Waar staat dat voor? Nou, voor mij is eigenlijk altijd wel heel sterk vrijheid belangrijk geweest. Zelf gewoon keuze kunnen maken, niet willen hebben dat mensen over mijn nek over alles meekijken. Daar ook eigen ondernemen natuurlijk. Eigen ondernemen, daar ook in. Maar daar ook wel de verantwoordelijkheid in nemen. Ook had ik gewoon een dienstverband, gewoon wel verantwoordelijkheid over zaken nemen. Maar zelf kunnen gaan. En met name door de blindheid is dat, hè, als ik ergens naartoe wil, ja, hoe kom ik terug en hoe laat en hoe dit. Dus je moet heel veel dingen ineens gaan plannen. Terwijl ik vroeger juist ook, en dat doe ik nog steeds, heel veel keuzes intuïtief nam. Ja. Ook in het leidinggeven deed ik heel veel dingen toch intuïtief en niet heel sterk mathematisch ingericht. En daarna is met name het hebben van geen zicht heel erg beperkend. Ja. Maar ook praktische dingen, bijvoorbeeld even een bijlage en een mailtje sturen. Nou, dat is een gevecht af en toe op je iPhone. Ja, ja. Daar heb je weer even hulp nodig van iemand. Weet je. Ja, precies. Juist die kleine dingen die dan nu zo... Ja, dus het zit hem in heel veel dagelijks kleine dingetjes die beperkend zijn. En daar ben je ook zo bezig met het onderzoek over blindheid, toch? En de mogelijkheden om te kijken hoe je dat... Dat was wel grappig. Na mijn operaties hield ik contact met de neurochirurg. En dat hadden we gehoord van een onderzoek wat door het Herseninstituut in Amsterdam gaande is, door professor Roelsema. Waarbij ze, hè, want zoals in mijn situatie, daar zijn mijn ogen zijn goed, maar mijn oogzenuw is kapot. En daar kunnen artsen niks mee. Nee. En dan zijn ze bezig met het ontwikkelen van een chip die achterin de hersenen geplaatst wordt. Die is gekoppeld aan een computertje en aan een camera. Bizar. En dan kan je in de vorm van een soort matrix, zoals je er boven de weg ziet, kun je een vorm van pixels gaan zien. Ja. En het is niet zoals een normaal mens met zijn ogen kijkt, maar je kunt dan ook wel weer contouren zien. Je ziet iemand staan. En toen werd ik benaderd door die neurochirurg van, joh, zou jij misschien met jouw contacten kunnen helpen fondsen te werven, nog de laatste middelen die men nodig heeft om tot een operabel iets te komen, dat het bij mensen gedaan kan worden. En ze zoeken iemand die daarmee kan helpen om dat mogelijk te maken. Dus toen ben ik in contact gekomen met Pieter Roelsema. En daar hebben we zelf een site ontwikkeld, laatblindenweerzien.nl. Mm-hmm. Waarbij we inderdaad mensen vragen een donatie te doen. En niet alleen voor mij natuurlijk, maar er zijn, ik geloof wereldwijd, bijna 40 miljoen mensen die hiervoor in aanmerking komen. Zo. Het is wel zo dat je ooit zicht gehad moet hebben. Dus de hersenen moeten getraind zijn geweest om beelden te kunnen vertalen. Maar voor heel veel mensen biedt dit dan natuurlijk een geweldige oplossing. Maar is dit dan ook iets waar je stiekem heel veel hoop uit haalt? Of wat natuurlijk. Waar je aan vasthoudt, zeg maar? Weet je, toen ik naar de Second Opinion hoorde dat het gewoon kansloos was dat ik door artsen geholpen kon worden weer te gaan zien. Ja, dan gaat er wel even wat bij stuk natuurlijk op zo'n moment. Zo, ja. En als je dan later, en toen had ik hier wel van gehoord, maar dat was nog een heel ver weg van mijn bedshow. Ja, en als je dan zelf een rol kan vervullen om dat mogelijk versneld mogelijk te maken. Ja, daar put je heel veel hoop uit. Denk van weet je, het idee van of levenslang eigenlijk gevangen zitten in je eigen lijf, nooit meer wat kunnen zien. De mensen waarvan je houdt nooit meer kunnen zien. Of bijvoorbeeld je eigen kinderen nooit zien opgroeien bijvoorbeeld. En dan misschien, dan zal ik ze nooit misschien helemaal scherp kunnen meekrijgen. Maar natuurlijk de herinnering die ik aan hen heb. En dan mensen toch ook weer een vorm voor kunnen meemaken. Dat is natuurlijk een geweldig cadeau als je daar dat toch mogelijk kunt hebben. En wat zijn dan de prognoses nu met die chip? Kunnen ze iets over, zeg maar, kunnen ze jou over, weet ik veel, 10 jaar misschien? Nou, mogelijk al eerder dat de eerste operaties gedaan worden bij mensen. Men heeft al een aantal testen gedaan. En daarvan was nog het technische probleem dat de elektroden in de hersenen nog van een te harde structuur waren, waardoor mensen na een half jaar, drie kwart jaar weer blind werden. Oké. Okay. Daar is men nu met een verfijning bezig om dat te maken. Jeetje. En ik zou het niet erg vinden om een van de eerste proefkonijnen daarin te zijn. En zou je dan wel durven, ja? Nou ja, ik heb ook wel zoiets van, joh, ik heb tot nu toe zoveel overleefd, dan overleef ik dit ook nog wel. Ja, en je hebt niet heel veel zicht meer te verliezen misschien. Nou ja, weet je, en er zullen later misschien nog wel verbeteringen komen. Ja. Of ik ben te oud misschien dan om een operatie te krijgen. En dan heb ik liever een beetje dan helemaal niks. Ja, snap ik.
Wat bizar dat ze dat allemaal kunnen tegenwoordig. Ik vind dat zo hoopgevend soms voor de toekomst. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja, hè? Onvoorstelbaar dat kan. Technisch gezien snap ik er ook geen moer van. Nee, ik ook niet. Maar wel mooi dat dit kan. Het zijn echt bijzondere dingen, inderdaad. Ja. Maar je hebt nooit het gevoel gehad, na dit ongeluk, je hebt het overleefd, dat je dacht bij jezelf, misschien met rust eraan. Want je werkt gewoon, je probeert te werken. Maar je wilt ook klimmen nog weer. Je wilt toch... Ja, dat wilde ik ook vragen. Klim je nog? In die berg beklimmen, begrijp ik toch? Nou, dat is het grappige. Ik kom een tijd geleden in contact met een kerel die ook door een ziekte blind geworden is. En die had altijd graag een berg willen beklimmen. En het is natuurlijk al niet logisch dat een blinde gaat klimmen. En toen hadden we zoiets van, dan kunnen we een van de evidente bergen doen. De Kilimanjaro bijvoorbeeld. Ja, dat is ook heel mooi en dat is ook uitdagend om te doen. Maar is het dan niet gaaf dat we... Het is niet logisch dat wij gaan klimmen, naar een locatie gaan die niet voor de hand ligt. Toen hadden ze gezegd, zonder zicht geen grenzen. Laten we dan een land kiezen waar een berg is die voor ons mogelijk goed te doen is. Dan pakken we de hoogste berg van Iran. En een cultuur, wat een prachtige cultuur, maar op dit moment nou niet een van de meest voor de hand liggende landen om naartoe te gaan. Nee. Nou, daar is nu wel even corona tussendoor gekomen, anders waren we er al geweest. Maar we willen het nog steeds wel vasthouden om de Mount Damavand, dat is de hoogste berg van Iran, om die mogelijk te beklimmen. Anderzijds zit ik er zelf wel zo in. Stel dat het om weet ik wat voor reden niet lukt, of omdat ik het gevaarlijk vind, of omdat ik merk dat ik het fysiek... Ja, want je gaat niet met z'n tweeën doen, net voor de duidelijkheid. Want dat nee, ik wilde net vragen, neem aan dat je inderdaad niet... Nee, ik ga niet met... Jongen, ik moet het ook niet overdrijven. Ik moet natuurlijk met iemand die me aangeeft hoe de bewegingen zijn. En iemand die veel van het klimmen weet, de risico's weet. Want loop je dan achter iemand of hoe werkt dat? Ik heb het nu in de training gedaan. Dan heb ik iemand, een gids had ik bij de heupgordel beet. En dan voel je heel goed de bewegingen die iemand ook maakt. Okay. En iemand moet op dat moment natuurlijk ook wel erop gefocust zijn dat je zelf weet waar je voeten moet plaatsen en hoe je moet bewegen. Dus iemand moet niet zelf gewoon doorbunderen en van hij komt wel. Dus het vraagt ook wel wat van de begeleider. Ja, een beetje teamwork. Een soort teamwork. Ja. En dan is het stijgen, dat is nog vrij goed te doen. Maar met name het afdalen is natuurlijk listig, dat je niet weet in wat verdiepte je stapt. Maar durf je dat nog afdalen? Ja, kon je net zeggen, het is niet... Alles omvattend. Het hoeft niet. Als het niet gebeurt, is het ook goed, hoor ik je net zeggen. Nou, weet je, ik heb dat eigenlijk altijd met klimmen gehad. Dat ik niet per se die berg of per se die berg... Ik heb geleerd dat samen met elkaar met het klimmen bezig zijn. We hebben heel vaak ook wel gehad dat je, of door weersomstandigheden, of door lawinegevaar, wat dan ook, dat je de top die je in gedachten had niet kon gaan doen. En dat je een andere keuze moest maken. Nee. En, uiteindelijk... hadden we toch een prachtige beklimming op dat moment. En dat heeft ook wel geleerd dat je met tegenslagen om kan gaan, met teleurstellingen daarin en andere keuzes maken. En dat je dan toch prachtige resultaten kunt neerzetten. En dat heb ik hiermee ook. Dat stel dat die man daar maar van niet lukt. Maar dat ik toch lekker kan klimmen, mij betreft hier in Europa of iets moois kan doen. Dan geniet ik daar ook van. Want daar train je dus voor. We maken net die grap over dat je de trap steeds opneemt. Je hebt soms 20, 30, 40, 50 keer de trap op met bepakking dan. 250 keer. 250 keer, oké. Okay. Heb ik een rugzak op met ongeveer 20 kilo bepakking. En dat traplopen, dat deed ik vroeger ook al. Want dat is een hele goede manier met bepakking. Dan train je lichaam ook om die bepakking te kunnen hebben in de bewegingen. En het is voor mij natuurlijk makkelijk dat ik niet continu hoef te zoeken hoe ik moet bewegen. Maar ik kan gewoon op en neer sjouwen. En dan doe ik een podcastje doe ik aan. Nou, dan ga ik lekker gewoon luisteren. En dan ga ik gewoon anderhalf uur of twee uur lopen stampen. En dan ben ik wel helemaal bezweten na natuurlijk van doorgaan. Maar het traint ook heel goed om op rustig hartslag. En je vrouw hoort ondertussen zo, hij is nog op de trap. Die weet je dat niet beter. En de roeien doe ik ook. Oké. Dat is ook een goede manier om beheerst te blijven trainen. Ja. En dat afdalen, dat durf je ook nog steeds? Het is natuurlijk... Wilco die wil nog steeds een keer met mij de Matterhorn op. En dat is een prachtige berg. Daar ben ik ooit ook op geweest om dat een keer samen te doen. En de beklimming, dat lijkt wel geweldig. Maar dat is natuurlijk wel bad zo loodstel omhoog. Maar dus ook zo loodstel naar beneden. Ja.
Dus toen heb ik gezien, nou ja, die afdaling, nou dat is heel, dat moeten we je gewoon laten opzeilen. Want ja, zo wand even naar beneden klimmen als je niks ziet, is natuurlijk wel even een dingetje. Dus daar moeten we mogelijk nog wel even Je kunt ook overdrijven, een veilige manier vinden. Om, ik had al zoiets van, nou, laat ik me boven op de top wat door een heli oppikken of zo. Maar nee, ja, dus, precies. Mogelijk inderdaad kan dat op een goede manier met opzeilen. Maar ja, daar moet je inderdaad wel goed bij stilstaan hoe je dat op een veilige manier kan doen. Ja, en überhaupt gewoon, ik kan me voorstellen dat je, als je daar dan weer hangt, dat je toch ook misschien dan wel gewoon denkt van, dit is wel waar ik ooit gevallen, snap je hoe ik ooit gevallen ben? Ja, ja. Het best lullig is dat je dan ook nog gevallen bent in een hal, weet je wel? Dat, ja. Ik bedoel, heb je al die gekke dingen meegemaakt en dan val je in een hal. Dat klinkt niet echt. Maar goed, aan de andere kant, misschien is de overlevingskans in een hal wel weer groter dan op een berg. Ja, ik denk als dit echt in de bergen was gebeurd en er was natuurlijk niet een trauma heli snel bij kunnen komen. Nee. En je had snel naar een ziekenhuis als het EMC in Rotterdam kunnen gaan, dan had ik het zeker niet gered. Om maar even de bright side van het life. Dat is natuurlijk het listig ook wel, dat je... Weet je, we hadden de voorbereiding voor die beklimming op materialen en met het team en alles en alle risico's. En wat we altijd deden als we ook gingen winterklimmen, dan zochten we van tevoren 3 gebieden op waar we naartoe konden gaan. Waar qua weer ook die dagen het beste was. Hadden we nu ook weer gedaan, dus dat hadden we supergoed voorbereid. En dan zo'n locatie waar je met grote regelmaat komt en waarbij je geen lawines, geen koud weer, geen ijsval, wat ik het allemaal heb. Dan denk ik, ja, die routine is dan soms ook juist het risico. Ja. En dan ook met een klimmaat waarvan je weet van nou, die is ook heel erg goed gefocust op veiligheid en dat het dan toch fout kan gaan. Ja, kun je iemand iets kwalijk nemen daarin? Ben je boos op iemand toch? Nou, nee, je bent in eerste instantie ook boos op jezelf. En natuurlijk denk je verdomme wel, weet je, het leggen van de zekering, dat is natuurlijk het cruciale moment. Ja. En dat doe je helemaal op zo'n avond ook. Hè. Dat doe je dan misschien ook totaal samen 20 keer. En iedere keer moet je even checken. Ja, en normaal, dat is natuurlijk daarvoor ook, ik weet niet hoe vaak goed gaan, dat je achteraf van, hey, hebben we dat misschien vaker mogelijk over het hoofd gezien en is het dan net wel goed gegaan? Ja, ja. Dus boos zijn op, nee, als iemand het bewust had gedaan of nee, maar ik weet ook mijn klimaat, die heeft anders ook altijd wel heel goed op veiligheid gelet, maar heeft het mogelijk toch ook net even niet gezien? Ja, nee. ja shit. Nee, we hebben ook nog steeds contact. Gelukkig. Ja, ik wilde net vragen, zijn jullie nog vrienden? Ja. Als je nu bij nu staat, hè, wat zou je, naast het feit dat je graag nog zou willen zien weer, dat je met die chip in je hoofd misschien toch iets van contouren, wat is iets wat je nog echt in je hoofd hebt zitten wat je echt graag zou willen dan? Want je hebt natuurlijk zoveel meegemaakt en je vertelt er veel over, je kan het makkelijk vertellen ook, merk ik aan je. Ja. Maar is er nog iets in je hoofd waarvan je zegt, dat heb ik nu al streven? Mooi weer in de bergen bezig zijn is nog steeds een iets wat je natuurlijk heel graag doet. Ik ben ook in gesprek met een paar mensen om toch ook weer een onderneming verder op te tuigen om dat te gaan doen. Ik ben nu ook spreker voor sportspeakers onder andere, maar ook voor een partij die trainingen geeft voor veiligheid in het bedrijfsleven. Optimize die daar. En daar gebruiken we mijn verhaal als haakje of als kapstok. Dat je door routine toch fouten kan maken omdat ik een beetje getraind ben. Dat doe ik, dat is hartstikke leuk. Dus ook weer mooie dingen oppakken. En of dat nou puur zakelijk is of ook gewoon leuke dingen met mensen doen. Nee, dingen weer mogelijk maken, dat is wat energie geeft. En ik denk dat ook het mooiste is, omdat je niet per se moet willen streven. Dat dingetje wil ik in het leven halen, want op een gegeven moment heb je het gehaald, ja, dan is je leven eigenlijk klaar. Nee. Ik heb mezelf, dat had ik vroeger ook altijd wel voorgenomen, van nou, probeer tot de laatste dag toe inspirerend te blijven voor je omgeving. En dat komt, dat is natuurlijk nooit af. Dat vraagt alleen continu weer polijst en fijn slijpen van je eigen situatie en zorgen dat je helder blijft en in de veranderstand blijft staan en dat je bereid bent nieuwe dingen te blijven ontdekken en je mening te blijven toetsen op alles. En dat houdt je dan ook wakker. Een beetje het boeddhisme, hè? Altijd onderweg willen blijven. Ja. Niet willen arriveren, maar willen blijven groeien en nieuwe punten bereiken. Ja. En inspirerend blijven, nou dat is hij zeker, vind ik. Ja, absoluut. Ja. Ja. Bedankt daarvoor. En mooie auto's blijven rijden. Ja, dat is zo genieten om daar mee te blijven. Dus dat geef ik mezelf ook graag cadeau om daar mee te blijven. Ja, dat snap ik echt helemaal. En terecht. Ja, dat is soms zo leuk. We waren vorige week weer samen ook bij een bedrijf in België, waar we naar hele mooie oude auto's kijken.
En dat is mooi, er staat er een bordje voor op. Kijken met uw ogen, niet met uw handen. En dan heb ik van die witte overhandschoentjes, een stoffen handschoentje heb ik aan. En, weet je, en dan voel ik natuurlijk toch heel voorzichtig al die vormen. Ook om te zorgen dat ik geen vlekken, niks maak op die auto's. En het grappige is dat wel, eigenlijk altijd als je daar bent, wilt u er niet even in zitten, wilt u niet dit, wilt u ja? Dat? Ja, dat, maar men merkt natuurlijk ook dat je het met zorg doet. Ja, ja dat is zo, dat ja. Dat je eigenlijk ook voelt ja. Van hoe mooi dingen gemaakt zijn en hoe leuk. En als je daar dan van geniet, ja, dat is dan prachtig. Ja, heerlijk. Om met elkaar in bezig te zijn. Ja, ja, snap ik. Ja, dus, fantastisch. Dus proberen daarin, ook daarin. Niet van één ding maar te blijven genieten, maar voor verschillende dingen in het leven. Ja. Heel goed. Ik denk dat je een inspiratie bent geweest voor al die mensen gekeken hebben wat dat betreft, Hein. Ja, bedankt daarvoor. Ja, dank dat je er was. Nou, ik heb het gevoel dat er nog heel veel gaat gebeuren. En dat gun ik je van harte. Zoals Bowie ooit zo mooi zei, I don't know where I'm going from here, but I promise you it won't be boring. Nou. Wauw. Die neem ik graag mee. Zeker. Dat is ook een hele mooie afsluiter, inderdaad. Ja, dat ga ik onthouden. Dus deze aflevering van de podcast Onbeperkt. Dan weet je altijd alle websites nog. Ja, ik weet alle websites nog. Nee, ja, wil je inderdaad meer vinden over ons podcastafleveringen? Over het krijgen van een hulpmiddel om te sporten? Over überhaupt sporten met een beperking? Kijk dan even op www.uniekesporten.nl. Ja, en die andere was Laat Blinden Weer Zien. .nl, ja. Die is ook zo belangrijk. Instituut. En de leuke docu die binnenkort uitkomt natuurlijk. En die is, in juni komt die voor de opleiding die ze doen, journalistiek live. Ja. En in oktober voor het publiek. Wat vet. Dat moet iets bijzonders zijn. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ja. Nou, dan moet je, nadat je deze podcast hebt, moet je binnenkort dus die documentaire gaan bekijken. Ook nog, precies. Heel belangrijk allemaal. Between Summits heet die gewoon. Zo heet Between Summits. Ja. Ja. Nou, wij zijn er binnenkort weer met een nieuwe aflevering van Onbeperkt. Tot dan.